op een mooie warme dag is het natuurlijk wel heel fijn om in eigen tuin te zitten. En als je er dan ook nog een beetje fleurig en netjes uitziet, dan is dat buitenleven wel heel fijn. Alleen heb je daar wel groene vingers voor nodig en die heb ik niet. Dus voor mensen zoals ik ga ik vandaag op pad. Hoi Arie. Hoi. Hoe is het? Hi. Ja, prima. Leuk dat ik terecht kom, hè? Ja, nou, dat is geweldig. Ik vind het heel fijn dat ik terecht kan, want ik wil zelf een mooiere tuin. Ik heb een tuin met tegels, heel makkelijk, maar er staat geen groen in. Ja, meestal gaan we een plannetje maken, als ik een beetje weet wat je wil. Ja? Dan pas ik daar een mooi plan op aan. Je kan het ook zelf maken op de computer tegenwoordig. Ja, je hebt hier wat tekeningen, toch? Hier heb ik een paar tekeningen, kijk. En dit is gewoon een tuin die wij volgende week gaan aanleggen. Ja, ik vind deze prachtig, maar mijn tuin is ietsje kleiner dan deze, kan ik je vertellen. Maar dat kan ook, dat maakt niet uit. Ja. Zullen we gaan ontwerpen dan? Dan gaan we eens even kijken hoe we dat gaan doen. Ja. Nou, ik volg jou. Mooi, dan gaan we. Ja, het ontwerp is wel klaar nu, hè? Het ontwerp is nu klaar. Nog alleen de plantjes gaan we nog invullen. Ja. En ja, het beste kunnen we daar buiten gaan zien wat we erin gaan zetten. En als we dat klaar hebben, dan hebben we een hele mooie tuin. Ja. Kijk snel op teletips.nl om gebruik te maken van deze aanbieding. Je hebt wel heel veel inspiratie opgedaan, Arie. Jazeker, er is hier genoeg te beleven. Tegeltjes uitgezocht, heel veel mooi groen. Klopt. En ik vond die voorbeeldtuinen wel heel handig. Ja, die zijn zeker handig. Ja. De mensen kunnen zien wat ze krijgen. Dat is ook de bedoeling ervan. Ja. En veel groen uitgezocht. En veel groen. Nou, ik ben ervan overtuigd dat het een hele mooie tuin gaat worden. Maar dat is wel stiekem een klein beetje dankzij jouw hulp. Jazeker. Want jij hebt jarenlang ervaring. Al 35 jaar doe ik dit 35 al. 35 jaar? Ja, 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 zeker. En hoe is dat begonnen, die passie? Ja, mijn ouders waren kwekers. En alleen ik ben de tuinenkant op gegaan. Dat is erg in de laatste 30 jaar, maar zo te zeggen. Ja. Maar die mooie tuin die wil je zo lang mogelijk mooi houden. Ja. En ik heb geen groene vingers. Dan moet je het onderhoud ook laten doen. Ja, en, dat kan hè? En dat kunnen wij ook doen. En dat we netjes bijhouden, want als je een mooi aangelegde tuin moet zeker 15 jaar meegaan. Dus dan moet je ook het onderhoud goed doen. Nee, precies. Dat klinkt heel goed. Ja. Zullen wij die planten bij elkaar gaan zoeken dan? Gaan we doen. Wat zie ik nou? Ja, kippen. Kippen? Dat zijn nou de kippen. Die ruimen hier de kevers op. Ja. En die doen een heleboel nuttig werk. Het is een biologische bestrijding en die kun je niet meer spuiten. Naast leuk zijn ze ook nog heel nuttig. Ze zijn heel nuttig, zeker. Ik heb ontzettend veel leuke tips gekregen, dus met het groen in mijn tuin gaat het wel goed komen. Ik ga nog even verder met uitzoeken. Fruitboompjes ook leuk.